Na een hele tijd proberen zit ik toch hier gewoon met Emiel Nijssen, die in zijn Nissan Leaf zit en die echt dingen heeft gedaan die ik gewoon als oud Nissan Leaf gebruiker geweldig vind. Jij kunt oude Nissan Leafs, kun jij 385 kilometer geven. Ik heb zelfs filmpjes gezien met 500 kilometer. Jij doet wonderen met de batterij van de Nissan Leaf. We gaan daarover praten, wat je bedrijf doet, hoe je dat doet, dat soort zaken. Daarna gaan we praten over hoe dat nou zit met wetgeving. En daarna praten we over de techniek van de batterijen. Hoe jij dat eigenlijk voor je ziet. Maar eerst, Emile, van hoe kun jij nou gewoon oude Nissan Leafs, zeg maar, die nog 100 kilometer range hebben, upgraden naar 500? Hoe kan dat? Nou, meer batterijen. Dat is de oplossing. Ja, wat wij in het bedrijf doen, wij hebben twee manieren om meer range te geven aan oude Nissan Leafs. Dat is, we kunnen de accu vervangen die onder de auto zit. Mm-hmm. Er hangt een accu onder en die accu is qua vorm en aansluitingen praktisch ongewijzigd gebleven van 2011 tot nu. Dus Nissan verkoopt bijvoorbeeld tegenwoordig een Nissan Leaf met 62 kWh accu. Ja. En die 62 kWh accu die kunnen wij uit een nieuwe Leaf trekken en bijvoorbeeld een nieuwe Leaf die in de kreukels ligt. En die kunnen wij onder een oudje hangen. Ja. En dan met wat, wat software magie zorgen we ervoor dat die ook goed samenwerkt met de auto en veilig blijft werken. Oké, dus je kunt een 24 kWh kun je vervangen door een 40 en zelfs een 62, 62 kWh kun je erin zetten. Ja. En dan hebben we ook nog een tweede manier om capaciteit toe te voegen. En dat is door een extra batterij in de achterbak te leggen. Ja, dat vond ik echt wel heel mooi. Want het ene is natuurlijk gewoon een product van Nissan kopen en erin zitten. Dat geloof ik wel dat dat kan. Maar jij doet ook nog gewoon, je gooit gewoon achterin een klein extendertje. En hoeveel kun je daar dan bij gooien? Hoeveel kilowattuur krijg je er dan bij? Ongeveer 17,5 kilowattuur komt erbij. Dus dat is effectief een verdubbeling van je actieradius met een oude 24 kWh Leaf. Want 24 kWh in Nissan speak betekent eigenlijk, zelfs als hij helemaal nieuw is, dat er nauwelijks meer dan 20 kWh in zit. Oh, ja. En tegen de tijd dat hij een beetje gedegradeerd is, dan duikt dat al gauw onder. Ja, dus voor 6.000 euro heb ik gewoon 17,6 kWh erbij en die kun je er gewoon bij plaatsen. Ja. Dus het betekent eigenlijk, als ik een beetje kijk hier, ik zit op Marktplaats te kijken, ik kan nu tegenwoordig voor 7000 euro kan ik een Nissan, complete Nissan Leaf kopen. 7500, nou, daar zitten misschien wat krasjes op of zo. En, maar dan, en eentje is ex-BTW en de andere is inclusief BTW en zo, maar goed, in ieder geval, je kunt voor onder de 10.000 euro kun je prima een Nissan Leaf kopen, 7000 euro erbij. Voor een voor die of 6.000 euro erbij, inclusief VAT warranty, dan heb je dus echt gewoon een ding met een fantastische range. Ja, dat is gewoon een bruikbare auto dan. Nou. Oké, geweldig. En dan ook nog, dan heb je ook nog een driefase charger. Dat was ook mijn grote droom eigenlijk, dat je die erbij kunt zetten. Want dan, een Nissan Leaf met 50, 60 kilowattuur en dan ook nog een drie fase, dan wordt het echt bijna een gewone nuttige auto. Ja, dat is echt een transformatie hoor, zeker voor die oudjes. Want ik rij zelf een Leaf uit 2011. Ja. Heb ik dan een batterij gewisseld, extender achterin, drie fase lader erop. Maar met een drie fase lader, je gaat even winkelen, je zet hem een half uurtje aan de laadpaal en je kunt weer 50 kilometer verder. En dat normaal gesproken, als je met die 3 kilowatt lader die erin zit, als je hem aan de laadpaal hangt, dan kom je 3 uur later terug, bij wijze van spreken, en dan zijn we 5 kilometer bijgekomen. God, je kunt zelfs 22 kilowattuur kun je er zelf in stoppen. Ja, dat is wel echt nutteloos. Ik bedoel, maar goed, sommige mensen zijn helemaal gek. Maar voor 3000 euro... Ja, de 22 kilowatt lader, dat is meer voor mensen die echt heel ongeduldig zijn of al een hele grote accu erin hebben zitten. Voor die busjes is het handig, bijvoorbeeld. Als je echt naar de 60, 70 kilowattuur gaat, dan begint dat nuttig te worden. Ja. Want die 22 kilowatt lader, de helft van de tijd is hij toch aan het aftoppen en haal je niet eens 22 kilowatt. Dus, nee, volkomen nutteloos. Maar in ieder geval voor 3000 euro plus 6000 euro heb je voor 9000 euro, maak je eigenlijk gewoon je auto eigenlijk zoals die had moeten zijn. En dan kun je dus gewoon voor minder dan
ja, 18.000 euro heb je gewoon een fantastische auto waar je nog echt heel lang mee kan rijden. Want die Nissan Leaf, ik heb er dus 2 jaar en 50.000 kilometer in gereden. Het is een fantastische auto. Echt een goede auto. Lekker, rijdt heerlijk, comfortabel, stil. Goede kwaliteit. Dat ding, dat kan makkelijk tonnen mee. Zeker, ja. Dit is het hele idee. Hè. Die oude auto's, ze worden niet weggedaan omdat ze mechanisch slecht zijn. Of dat ze slecht rijden. Of dat ze niet meer voldoen qua ruimte of wat dan ook. Ja. Maar ze worden weggedaan omdat de batterij... Ja, de EV-sceptici zeggen dat natuurlijk al jaren. De batterijen worden slecht en dan heb je niks meer aan de auto. Nou ja, het is bij de Nissan Leaf, dat is een van de weinige auto's, is dat wel het geval. De hele auto is goed, behalve die batterij. Ja. Dus als je dat upgrade en nog een paar andere kleine quality of life dingen, zoals 3-fase-laders, dan heb je gewoon weer een prima auto die echt wel 10, 15 jaar extra mee kan. Daarom. Die kan echt eindeloos, volgens mij kan dat echt, die kunnen eindeloos lang mee. Oké, je hebt dus ook in je busje heb je een giant battery. Hoe groot heb je daarin gestopt? Nominaal 78 kilowattuur zit daar nu in. Maar daarvan is bruikbaar 73, 74. Oké, en dat is dus geen Nissan Leaf batterij. Dat is gewoon eentje die je zelf hebt gemaakt. Dat zijn andere batterijen. Ik mag van mijn supplier niet zeggen waar ze uitkomen, maar iedereen weet het inmiddels al. Het is makkelijk te vinden. Oké. Okay. Oh, dit is hem dus. Hier zie je hem dus hier. Ja. Dit is hem. Okay. Dat is weer een batterij in een Leaf. Dat is niet in het busje. Oh, dat is niet in het busje. Oké, okay, ja. Dus in ieder geval op je Twitter-account kun je iedereen zien die er gewoon. Die al jouw producten die je doet. Nou, hartstikke mooi. Hey, vertel eens, hoe ben je zover gekomen om dit bedrijf te starten, Luxam? Ja, nou, ik heb een Nissan Leaf gekocht. dat was het eerste. Mevrouw en ik hadden een auto nodig. Eind 2017 begonnen we een beetje rond te kijken. En ik wilde per se geen benzineauto. We hebben wel benzine gereden een tijdje voor vakanties en zo. Dan leenden we een auto. Maar wij willen gewoon elektrisch rijden. Dus dan zijn er niet zoveel opties op de tweedehandsmarkt als je met een beperkt budget gaat kijken. Nee. Wil je een auto die een beetje redelijke kwaliteit, airco, cruise control, gewoon de moderne geneugten. Nee, dan begrijp ik het helemaal dat je bij de Nissan Leaf uitkomt. Alleen begrijp ik dan niet dat dan op een gegeven moment iemand dan weer zijn accu erbij en een extender erbij gaat zetten. Of zijn accu gaat upgraden. Of dat, wat doe jij normaal in, wat deed je dan normaal in het dagelijks leven? Ja, ik ben vermogenselektronicus. Dus ik ontwerp elektronica van beroep. En dus in de high power. Bijvoorbeeld mijn afstudeerscriptie ging over elektrische autobatterijen, om maar iets te noemen. Ja, ja. Ik zat al een beetje in en ik had hem ook al ingelezen van tevoren. Er zijn andere mensen bezig geweest met het reverse engineeren van de Nissan Leaf. En het was vrij duidelijk dat het mogelijk moest zijn, in ieder geval theoretisch. Ja. Om batterijcapaciteit toe te voegen of dingen te veranderen aan die Leaf. Dat je gewoon een nuttige auto ervan kon maken. Het was alleen nog niet echt gedaan. Mensen een beetje met hobbyprojecten bezig geweest, maar nooit echt serieus. Dan ga ik het maar serieus proberen. Ja, en dat kunnen we dan ook allemaal volgen, want je hebt een leuk YouTube-kanaal. En ik zie eigenlijk, even kijken, wanneer heb jij die 2018... Ik zie die Nissan Leaf voor het eerst hier komen, 250 kilometer op de charge. Dus hier zie je hem hier, electric car, mode en chemistry. Dus je bent hier, je hebt allerlei andere video's gemaakt, je hebt fietsen omgebouwd en zo. Maar hier ben je dus inderdaad met je Leaf gewoon begonnen. Dus je hebt eerst je eigen bedrijf gedaan. En op een gegeven moment, en heb je die extender, heb je die ook zelf ontworpen? Dat is helemaal in-house ontworpen. Dat is een uniek product wat ook betreft. Helemaal de batterijbakvorm hebben we. Oh jee. Wat? Dit zijn wel een beetje saaie video's om door te scrollen hoor. Maar, nee, dit vind ik leuk. Dit is echt gewoon de techniek erachter. Hey, er hebben 35.000 mensen hebben ernaar gekeken en zo. Maar het is een keurige garage en zo. Dit is echt... Maar toen heb je er ook echt een bedrijf van gemaakt. Dus blijkbaar waren er meer mensen die dit interessant vonden. Dus toen op een gegeven moment beter opnieuw gaan doen.
Nou, je ziet het een beetje. Ik ben een tussen aanhalingstekens YouTuber met een paar duizend subscribers. En deze video is 35.000 keer bekeken. En er zijn video's die nog een stuk meer bekeken zijn. Yeah. Er waren gewoon heel veel mensen geïnteresseerd. Niet alleen mensen uit buitenland, maar ook echt heel veel mensen in Nederland. Die dit ook wilden. Die, yeah. Die de vraag ging stellen van, goh, zou je niet iets... Jeetje, wat heb ik dat slecht in elkaar gezet destijds. Nou ja, maar je ziet wel, het maakt eigenlijk gebal uit. Je hebt bijna evenveel bagageruimte. Je hebt alleen maar die onderkant, die ben je een beetje kwijt. Maar hij is echt gewoon die extender. En ook qua gewicht en zo, is dat niet erg om dat er achterin te hebben? Nee, we hebben dus voor de wegligging hebben we wel veren laten maken, geüpgrade veren. Zodat de auto hetzelfde op de weg ligt als... alsof je geen batterij achterin hebt liggen. Oh ja. Stijver, iets hoger. Maar anders dan dat, ja, je merkt een heel klein beetje. Klanten merken het als ze net de extender geïnstalleerd hebben. Er ligt toch 150 kilo extra in de auto. Dus hij is ietsjes langzamer, maar een heel groot verschil is het niet. Ja. Oké. Okay. En hoeveel, auto's heb je nu gedaan tot nu toe? 42. 42. Vorige week 42. Ja. Nou ja. En hoeveel ga je er dit jaar doen, denk je? We hopen ver over de 100 te gaan. Vanaf juni willen we eigenlijk 3 auto's per week doen. Dus wat is dat voor de rest? Ja, dat is dan alleen al 70, 80 auto's er nog bij. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk zeg. En hier, daar zitten nu ook meerdere mensen in het bedrijf, zeg maar. Ja, we hebben ongeveer 3,5 FTE aan mensen in dienst, dan reken ik mezelf wel mee. Ja, nou, dat is echt, en, ja, we zijn langzaam aan het En waar is dit? Waar zie ik dit? Waar is dit? Dit is grotendeels in Delft en bij mij thuis. In Berkel en Roderij. Oh ja. Dit kijk, hoeveel range zit er nou op, zegt hij nu? 600? Maar hoeveel range... Oh, hoeveel range zegt dat ding nu? Even kijken. Best veel zo te zien. 408. Oké, 408 in een busje met 408 kilometer. Ja, daar zullen ze wel blij mee zijn, zeg maar. Zeker, ja. Dat is voor een klant die regelmatig heen en weer naar Arnhem moet vanuit Berkel en Roderijs. Ja. Dus in plaats van dat hij 4 keer bij een snellader staat, kan hij nu heen en weer rijden zonder te laden. Ja, geweldig. Dag laden. Hey, even, we zitten in Nederland en op het ogenblik zitten we in de coronaperiode, dus regels worden nu snel aangepast, maar dat gaat normaal niet gebeuren. Hoeveel problemen had je met de RDW als je dit soort dingen uithaalt? Het valt wel mee, want om eerlijk te zijn, zijn er niet echt regels voor voor deze modificaties. Er zijn heel veel regels als je een auto wil aanpassen van de ene brandstofsoort naar de andere brandstofsoort. Mm-hmm. Dus de RDW gaat zeker naar je komen kijken als je een benzineauto ombouwt naar elektrisch bijvoorbeeld. Ja. Maar hiervoor, ja, er zijn regels waaraan het batterijpakket zelf moet voldoen. Dat heet VNEC 100. Dus het moet, de aanraakveiligheid moet goed zijn. Je moet niet zomaar tegen hoogspanningspolen aan kunnen komen en dat soort spul. Maar anders dan dat zijn er nog niet echt hele duidelijke regels waar alles aan moet voldoen. Dus we zitten een beetje in een grijs gebied. En het mooie daarvan is dat we zitten een beetje aan het begin. We verwachten dat veel meer bedrijven dit soort dingen gaan doen. En dat wij dus ook, we zullen meegroeien met de regelgeving. En misschien zelfs een beetje een vinger in de pap kunnen hebben. Praten ze ook met jullie? Praat je ook met de RDW? Ja, we hebben actief contact ermee. Ja, zijn ze al eens langs geweest? Ze zijn al 1 keer langs geweest, ja. Kijk eens aan. En, veel mailcontact natuurlijk. Ja, maar goed, ze vinden jullie wel een leuke partij. Ze zitten alleen af te vragen, wat moeten we er in godsnaam mee? Ja, wij veroorzaken meer werk voor ze. Nou, ik vind het wel echt heel mooi. Hey, en wat vindt Nissan van jullie? Niet zo heel veel. In het begin was het een beetje ook een kwestie van slapende honden niet wakker maken. Aha. Inmiddels hebben we wel contact met een aantal mensen binnen Nissan
En krijgen we steeds een beter idee van wat Nissan nou eigenlijk wil. Met het hele Leaf-project ook. En ja, het lijkt erop dat het ze niet zo uitmaakt of zo. Het is een groot bedrijf, het is een logbedrijf. En vooral het is een Japans bedrijf. Dus alles wat hier gebeurt, ja, is eigenlijk een ver van een bedshow voor de eigenlijke topmensen in Japan. Het lijkt erop dat ze het gewoon een gangetje laten gaan. Zolang wij ze niet al te veel problemen veroorzaken, dan zal het wel goed gaan of zo. Ja, oké. Er moet vooral niks misgaan. Je moet er niet één hebben die uitbrandt. Want dan is het echt gauw afgelopen. Iedereen wordt daar wakker van en dat wil je natuurlijk niet. Dus, ben jij in staat om dat soort dingen veilig te ontwikkelen? En ten tweede, kun je het laten testen door iemand, een extern iemand, dat jij kunt zeggen, hey, kijk eens, dit is getest door TNO of weet ik veel wat. Dat is onder andere iets waar we in het verleden mee bezig geweest. En zijn we nu naar de toekomst toe. We willen eigenlijk een E-keur hebben voor het hele externe batterijenproject. Ja. Dat is een heel proces. Dat is een keurmerk waardoor je dit gewoon kunt verkopen als set. Die door elke garage kan worden ingebouwd als het aan een aantal regels voldoet. En voor de E-keur gaan we dan waarschijnlijk een officieel TUV-certificaat erbij voegen. We weten nog niet helemaal zeker hoe dat... Maar je moet dat zelf een beetje vormgeven eigenlijk. Want dat is echt die... Kijk, als ik zo'n batterij swap, hè, ik zie dat dus als ik een nieuwe 30 kWh kost 7000 euro... En 40 graden 8000, dus 62, 13.000. Jezus, het wordt niet goedkoper als je meer kilowatts erin stopt, zo te zien. Nee, die 62 zijn zeldzaam. Ja. Die zijn zeldzaam. Maar als je dat doet, dan is zo'n ding wel, is het dan wel officieel oké als je zo'n ding swapt? Dus deze batterijen, dat zijn echt gewoon Nissan batterijen. Dus die komen uit, dan krijg je Nissans. Er zitten een aantal sensoren in die zeggen of de batterij nog goed is. En als het goed is, dan is dat in principe een goed product. Mm. Het enige is, hij is niet gehomologeerd op de auto. Dus deze oude auto's, dit is niet een officieel onderdeel voor die auto's. Dus je hebt potentieel problemen als Nissan erachter komt dat je dat hebt gedaan met je auto. En je gaat voor een garantiegeval naar de garage. Dat ze zeggen, nee, aan deze auto werken we niet meer. Of tenminste, als er iets moet gebeuren, dan moet je betalen in plaats van dat het onder garantie wordt. Ja, garantie. Maar dit zijn toch niet meestal de nieuwe auto's. Er zit meestal de garantie is er toch al uit. Oké, als we dan even praten over... wat let je om dit soort dingen te doen met een Renault of zo? Met een Renault of met een andere auto die een beetje populair is? Ja, nou ja, tijd, hè? Oh ja. Dus we hebben inderdaad plannen om verder te gaan met andere auto's. Dan als eerste de Renault Zoe en aanverwante auto's. En de Mitsubishi Outlander en aanverwante auto's. Ja. Naar verwachting gaan we daar ook wel mee spelen dit jaar. Maar ik verwacht niet dat er dit jaar al echt product uitkomt. Hoe lang moet ik wachten als ik bij jou aanklop? Hoe lang duurt het dan voordat ik er een extender krijg of een nieuwe accu? Nou, er is een wachtlijst van ongeveer 120 mensen. Oh ja? Moet bijgezegd worden, het zijn wel heel veel mensen uit het buitenland waar we voorlopig niks mee kunnen en waarvan we hopen dat we dat via franchising of zo kunnen oplossen. Dus dat we een garage elders, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, kunnen opzetten dat zij het werk doen. Dus de echte wachtlijst is wel korter, maar het gaat nu echt naar het einde van het jaar toe als je nu in de rij gaat staan. Kijk. Nou, dus dat gaat in ieder geval helemaal goed. Hey, als je dan even kijkt, jij zit in die elektronica, die high-power elektronica, en je weet veel van batterijen. Hoe snel vind je dat het gaat, de verbeteringen van de accu en daarin gerelateerd het prijs van de accu's? Ja, aan de ene kant gaat het snel, aan de andere kant gaat het nooit snel genoeg. Hè? Dat is, daar blijf je mee zitten. Dus ik ben zelf vooral geïnteresseerd in de langere termijn, dus een beetje de ideeën van wat gaat er gebeuren op de middellange, dus 5 tot 10 jaar, dat soort termijnen. En ik zit dan ook vanuit mijn studie en zo zit ik een beetje in batterijchemie. En
in principe de technieken waar we 5 tot 10 jaar geleden in laboratoria mee bezig waren, die beginnen nu wel echt door te breken. Dus het solid state gebeuren, solid state batterijen kun je nu gewoon kopen. Ze zijn nog duur, maar ze zijn er en ze worden massa geproduceerd. En hetzelfde geldt voor dingen als flow redox batterijen. Die zijn eigenlijk al, worden al heel veel gebruikt, alleen niet in auto's. Wat zijn flow redox? Flow batterijen, dat zijn batterijen waarbij, hoe zeg je dat? Je kunt je bij voorstellen alsof je de batterij zelf een vloeistof is. En die laat je door een confusing genaamde brandstofcel heen lopen. En dat geeft dan je stroom, in plaats van dat het allemaal één grote vast pakket is. Flow batterijen die worden nu gebruikt voor bijvoorbeeld opslag van zonne- en windenergie. Ja, ja, je kunt ze gewoon tanken. Je kunt ze eigenlijk tanken. Het is gewoon, alles zit in een vloeistof. Je kunt het echt gewoon tanken. Niet echt in de praktijk. In de praktijk is het gewoon een batterij, dus moet je hem gewoon weer opladen. Maar het is theoretisch soort van mogelijk om inderdaad ook te tanken. Vroeger was dat altijd het idee, maar ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren. En hoe zit dat met de kilowatts per kilo, zeg maar, en dus de efficiëntie, hoe lang die dingen meegaan en de prijzen. De prijzen, dat is natuurlijk afhankelijk van de aantallen. Maar wat is het voordeel van die redox flow batteries? Het voordeel is vooral kosten. Ze zijn niet echt geschikt voor auto's, zou ik zeggen. Want ze hebben hele lage energiedichtheid. Oké. Okay. Er is een... ik ben even de naam kwijt. Er is ooit een keer een auto geweest. Ja, ik ken hem. Was het de Fisker Karma die dat origineel zou hebben of zo? Een supercar. Je had het inderdaad. Die kon je gewoon tanken, zeg maar. Dat had ik inderdaad gezien. Oké. Okay. Maar dat zijn die dingen. Op het ogenblik is het dus nog gewoon vooral lithium-ion, eigenlijk. En als je kijkt, zo'n 60 kilowattuur batterij kost zeg maar 12.000 euro. Dan zitten we nu op 200 euro per kilowattuur. Ik weet wel, toen ik in het begin was het 500 of 600 in 2011. Dus we zitten nu op 200. Ja. Zie je die prijzen nog snel naar beneden gaan? We zitten in een paradox. Hè? Er is een hele hoge vraag. Er worden heel veel fabrieken bijgebouwd. Heel veel capaciteit extra elk jaar. Maar de vraag overstijgt nog steeds het aanbod. En de meeste fabrieken die worden gebouwd zijn voor conventioneel lithium-ion NCM-cellen. Die geen speciale eigenschappen hebben die ze goedkoper maken. Ja. Dus de prijzen die stagneren. En dat zien we al een hele tijd. Dat zien we eigenlijk al 3-4 jaar. Dat die prijzen zo op systeemniveau tussen de 200 en $250 per kilowattuur hangen. En dat is misschien dat nu de coronacrisis ervoor zorgt dat die overcapaciteit zorgt voor oversupply. En dat de prijzen iets worden gedrukt. Maar ik zou mijn hart nog voorlopig niet vasthouden daarvoor. Je ziet dus een ongelooflijk. Het is op het ogenblik gewoon een hele grote groei. En iedereen die erin wil, die heeft gewoon problemen met batterijen. Dus die groeiproblemen, die gaan er wel komen. Maar op een gegeven moment, dan gaat supply, opcatchen met demand. En dan kunnen we wel een flinke prijsdaling zien. Want is er ook iets structureels waardoor het goedkoper wordt om die dingen te bouwen? Oh ja, zeker. Dus als we toegaan naar solid-state batterijen. Dus dat is eigenlijk de grote innovatie die de prijzen hard gaat laten drukken. Ik vind dat heel moeilijk om kort samen te vatten wat een batterij duur maakt. Maar een batterij is duur omdat er gewoon heel veel van is. Het is niet een heel erg high-tech product, maar een batterij weegt 500 kilo. En als je wat dan ook van 500 kilo wil maken, gaat het waarschijnlijk duur zijn als het een of ander ingewikkeld proces heeft om het te maken. Ja. Dus hogere energiedichtheid hangt eigenlijk direct samen met lagere prijzen. Daar zitten nog wat haken en ogen. Ik versimpel het ontzettend. Ja, prima. Dat is heel fijn. Ja. De actieve materialen die in een batterij zitten, zijn maar $10 tot $25 per kilowattuur. Dus in principe is het mogelijk, als je die hele batterij lichter maakt en kleiner maakt en efficiënter laat werken, in termen van materiaalgebruik, dan zou het theoretisch mogelijk moeten zijn om steeds dichter bij die actief materiaalprijs te komen.
Ja, ja. Dus het overgrote gedeelte van de kosten van de batterij is alles eromheen. Ja, het is de kosten van al die machines die je nodig zijn om te maken. Het is de kosten van al dat extra materiaal dat erin zit. Wat... Veiligheid. Nou, het is, je kunt zeggen het is nodeloos materiaal, maar ja, het is natuurlijk wel nodig voor de batterij. Dus je kunt, het is heel moeilijk om te zeggen, oh, dit kun je gewoon uithalen. Wat kun je eruit halen als je goedkoper, want het is niet zo. Nou ja. Maar als we technieken vinden om de materialen die nu noodzakelijk zijn voor een of ander aspect van de batterij, om die eruit te halen, dan ga je best wel grote prijsdalingen nog zien. Ja, oké. Nou ja, je ziet Tesla die zegt intern dat ze nu op $100 per kilowattuur zitten. En die hebben natuurlijk veel dingen in de hand, maar die gaan het echt niet verkopen aan iedereen voor dat prijs, want er is inderdaad veel te veel demand. Dus maar die prijs kan dan makkelijk onderduiken, zeg maar nog. Ja, en dat soort prijzen, dat is ook een beetje, het is gewoon statistiek-achtige prijzen. Tuurlijk, als je de prijs van dit of dat niet meerekent, als je je R&D niet meerekent, als je je nieuwe, het bouwen van nieuwe gigafactories en zo niet meerekent, ja, dan is de batterij opeens heel goedkoop. Maar die andere kosten, die zitten er daadwerkelijk wel in. Ja, daarom. Dus wat is de echte prijs van je batterij? Ja, ja. Gewoon wat je berekent. Ja, en wat je wil melden eigenlijk. Ja. Mooi. Nou, ik vind het in ieder geval weer een mooi verre gezicht. Ik vind wel een beetje die echte essentiële gedeelte van een batterij is €25. Maar we zitten dus nu nog op tussen de 100 en de 200 van de verschillende dingen. En met solid state, dan kan het echt weer een stuk goedkoper gaan. Dan kan het fabricageproces makkelijker. Ja. En dan is het veiligheidsniveau is hoger. En daardoor kan de prijs van die batterijen sneller dalen. Wie is daar het verste mee op dit ogenblik? Dat is niet te zeggen. Dit is echt fabrieksgeheim. Er zijn wat announcements geweest van Samsung, volgens mij, de meest recente. Heeft nog wat persberichten naar buiten. Maar Toyota die heeft er echt flink wat over geroepen. Die liep enorm achter met elektrisch rijden. Maar die heeft inderdaad gezegd dat ze heel veel geld hebben geïnvesteerd in... De Toyota... Hebben ze nou een partnership met Sanyo? Dat een partnership met een batterijfabrikant ook. Ja. Toyota is een klein beetje de Volkswagen van Japan, in de zin van dat ze heel veel zeggen en weinig doen. Het is de grootste autofabrikant van de wereld. Ik denk dat als zij ook maar een heel klein beetje moeite doen, dan kunnen ze heel ver komen. Dus ik zou ze wel iets serieuzer nemen dan Volkswagen met een ID3. Nou, Volkswagen die is echt 20 fabrieken aan het ombouwen. Die is echt serieus bezig. Die is aan het struggelen met de software. Maar die is de enige eigenlijk van alle traditionele fabrikanten die echt stevig erop ingezet heeft. In mijn ogen hebben ze nog steeds een heel stuk meer ingezet op de marketing dan op het daadwerkelijke product. Maar ze zijn eigenlijk wel goed bezig hoor. Ik maak ook een beetje grapjes. Ik maak het erger dan het is. Ze zijn serieus goed bezig. Maar ja, wederom, het kan nooit snel genoeg gaan. Nee. Nee, dat vond ik wel een beetje in die Nissan Leaf-wereld, hoor. Dat het echt, ik was echt helemaal blij met die 2011-versie, was geweldig. Maar voordat vijf jaar later was er nog steeds niks beters eigenlijk. Kwam er een iets betere Nissan Leaf, maar eigenlijk vond ik het toen echt heel traag gaan. En eigenlijk de enige die een beetje vooruit ging was Tesla, die dan... Ja, en Tesla Model S was fantastisch. En Model X was gewoon een beetje meer van hetzelfde. Maar de Model 3 was wel echt weer een grote stap voorwaarts. En dus die hebben nog wat grote stappen gemaakt. Maar voor de rest vond ik het ongelooflijk traag gaan in deze wereld. Model Y is weer een hele grote stap hoor. Intern vooral. Maar dat is ook echt mooie techniek erin. Het is echt jammer dat het Tesla is die het doet. Maar en niet Nissan of zo. Maar... Anders had ik er wat meer mee kunnen doen. Ja, ja. Maar ja. Ja, ja. Oké. Nou, Emiel, hartelijk dank dat je gewoon die oude mooie auto's nog een nieuw leven geeft. En iedereen blij maakt. En iedereen die een Nissan Leaf heeft, zou ik willen aanraden om gewoon even naar te kijken. En op de wachtlijst bij Emiel te kunnen komen. Want inderdaad, een jaar wachten is wel een beetje een probleem. Maar ik vond het top dat je dit doet. En leuk dat je er een bedrijf van hebt gemaakt. Ja. Dat je nu 100 van die dingen dit jaar gaat doen. En dan volgend jaar 200. Dan met allemaal nieuwe dingen. Dus ideaal. En
een nieuwe accu, een extender erbij, een drie fase. En ja, en die Nissan Leaf, dat is weer een auto waar je gewoon honderdduizenden kilometers mee kunt rijden. Is de kwaliteit beter geworden eigenlijk? Want ik vond wel dat die eerste accu, die ging best wel snel in kwaliteit omlaag. Is die kwaliteit beter geworden of is het hetzelfde? In sommige aspecten wel, alleen Rapidgate, hè, dat is het grote probleem met de nieuwere Nissan Leafs. Wat is dat? Ze warmen te hard op, waardoor je maar eigenlijk één keer op redelijke snelheid kunt snelladen. En dan bij de tweede keer, dan overveert hij en dan gaat de snelheid heel erg hard omlaag en dan kom je eigenlijk nergens meer. Dus dat is eigenlijk waar je tegenaan loopt. De cellen zelf zijn echt veel beter geworden. Er zat echt een hele slechte batch in die eerste 2011's. Ja. Dat was, ja. Dat was inderdaad echt een probleem. Twee keer snel laden. Natuurlijk als je 400 kilometer in de auto hebt, is dat niet meer zo erg. Maar dat heb je niet met die bedrijfsbusjes, hè? Die hebben koeling in de accu. Die hebben dat probleem niet. Maar doe je daar nog wat aan? De accu koelen, zeg maar? Nou ja, dus onze externe batterijen zijn van een type dat heeft veel lagere interne weerstand en veel lagere verliezen. Die worden niet zo warm. En die nemen een deel van de warmte ook weg. Een deel van de stress, zeg maar, van de hoofdaccu weg. Dus het effect, ondanks dat we geen batterijkoeling toevoegen, is het effect van een extender toevoegen aan zo'n 40 kilowattuur of 62 kilowattuur accu, dat de accu wordt ontlast en je juist weer veel vaker kunt snelladen. Dus dat hebben we ook een keer getest, staat op YouTube. Ik kan eigenlijk gewoon eindeloos door blijven snel laden. En andere lief die hetzelfde tracé aan het rijden was als ik, die stond bij de tweede keer met een batterij van 50 graden en snellader die niet harder ging dan 17 kilowatt. Okay. Dus dat is waarom wij de externe batterij ook doen. Mooi dat we dat nog even hebben meegenomen, Emiel. Hey, dankjewel. Ik ben ervan overtuigd dat jouw producten veel beter zijn dan de videoconferencingverbinding die we nu hebben gehad, want dat was één grote ellende. En ik weet niet, je hebt volgens mij een Microsoft tablet, maar wat een waardeloos ding is dat, zeg. Of jouw internetverbinding is gewoon waardeloos. Maar in ieder geval, ik vond het een heel interessant gesprek en hartstikke bedankt hiervoor. Zeker. Hey, you. Hoi.